Welkom in de kapel van Kapellebrug, in deze vreemde oktobermaand. Mariamaand. Marinus van den Berg schreef voor deze vreemde maand een passende tekst. Luister en kijk maar. Oktobermaand, Mariamaand. Een maand gewijd aan u. Een maand om u te groeten. Moeder, drager van dichtbij het al goede verlangen. Zelf één en al goedheid geworden, één en al bekommernis om mensen, om wie nood hebben aan vertrouwen en hoop, om wie onzeker zich afvragen, door wie word ik gezien? Een maand gewijd aan u, die in de nissen en op de hoeken van de straten en velden bent, overal waar mensen passeren. Overal waar mensen met hun rugzakken even stilstaan. Overal waar onzekerheid als een mist in hun haar zit. Een maand gewijd aan u, die buiten en binnen bent te vinden. In huiskamers, slaapkamers, in vensterbanken. Soms van hout, dan weer van steen en gips. Stil aanbeden. Of als resterend beeld van een verleden, op een antiektmarkt gevonden om hier en nu te verheffen. Overal zoeken mensen naar wie een moeder van mededogen voor hen is. Ave Maria, zingen wij met ons mondkapje, stil met ons hart. Moeder Maria. Moeder Maria, we zijn bang. We zijn ontzettend bang. We hamsteren toiletpapier. We doen het in de broek van angst. We vrezen een nieuwe besmettingsgolf. We vrezen thuis te vereenzamen. We steken kaarsjes aan. We zijn bang voor een nieuwe duisternis. We vrezen het omvallen van mensen en bedrijven. We vrezen voor de toekomst van onze kinderen en jongeren. Wij die uit de tijd aan het raken zijn, we vrezen schade aan onze ziel, we vrezen verruwing.
We vrezen de aasgieren in het openbare leven. We vrezen tunneldenken. We zijn bang voor het onzekere. We spreken onze angst voor u uit. Voor u die zoveel angsten kende. U oordeelt niet over onze angsten. U vlakt ze niet met een inktdoek weg. U glimlacht niet vriendelijk, maar ziet ons bewogen aan. U die moeder en vader tegelijk bent, voor wie angst en vrees kennen.